Want heeft u het al gehoord? Wat dan? Vanaf 2014 gaat de kraamafdeling naar Bergen op Zoom. Nee, dat moet niet. Dat is geen goed idee. Nee. Het is ook nog niet zeker, maar er loopt een onderzoek om kraamzorg en oncologie te concentreren in een van de twee ziekenhuizen. Het Franciscus ziekenhuis in Roosendaal zou zich zo beter op de oncologieafdeling kunnen richten. En het ziekenhuis in Bergen-op-Zoom zou de nieuwe kraamafdeling moeten worden. Beide ziekenhuizen zijn ongeveer van gelijke omvang. Hebben te maken met toenemende kwaliteitseisen. En de toenemende kwaliteitseisen die maken dat we allebei individueel als ziekenhuis te klein zijn of te weinig aantallen hebben in bepaalde typen van zorg om die te kunnen blijven aanbieden aan de burgers. Als je zwanger bent, dan is dat een hele emotionele gebeurtenis. Dan ben je hartstikke trots en dan wil je in je eigen omgeving bevallen. Maakt het per se uit of we nou in Bergen op Zoom bevallen of in Roosendaal? We zijn toch allemaal Brabanders? Ja, dat wel. Maar als je nu in deze periode van carnaval, dan zie je toch zeg maar de gevoeligheid van de krabben in Bergen op Zoom en de tulpentuinen in Roosendaal. Natuurlijk kennen wij deze gevoeligheid, maar we moeten wel. Als we de zorg niet concentreren van beide ziekenhuizen, dan verdwijnt die sowieso uit de hele regio. Toch laat Schijvenaars het er niet bij zitten. Hij heeft vragen gesteld in de gemeenteraad. Teleurstellend voor de krabben, maar blijf alsjeblieft gewoon in Roosendaal, zeg ik tegen het ziekenhuis. En laat hier de echte tulpentanen geboren worden. Voor wie zeker wil zijn een ras-echte tulpentaan op de wereld te zetten, zit er dus maar één ding op. Dan maar thuis.